Fortuna Sittard heeft zaterdagavond de tweede ronde van de play-offs niet gehaald. Na de nederlaag in Doetinchem wist tegenstander De Graafschap ook deze wedstrijd te winnen met 3-1. De teleurstelling was groot, maar desalniettemin mag Fortuna Sittard trots zijn op de prestaties die de club dit seizoen geleverd heeft. Ja, ik denk met 0-0 gouden rust in was op zich geen slecht resultaat. Kon alles nog, maar komen we 0-2 achter. Ja, dan wordt het moeilijk. Dan moeten we 4 keer scoren op een half uur tijd. Ja, we een beetje wanhoop, alles naar voren proberen te spelen. Ja, maak je nog wel 1-2. Maar 1-3, einde verhaal. Maar ik denk op zich is het een mooi seizoen geweest. We hebben veel steun gehad van de supporters. Maar spijt dat het nu al moet eindigen. Oh, dat is er meer van voorgesteld. Ze hebben eigenlijk een prima seizoen gedraaid, dat wel. Daar maak ze trots op zin. En voor alles zelf kunnen belonen, misschien om nog meer te krijgen. Ja, dat is niet gelukt. Ze willen allemaal meer en meer en meer en meer. En Leefje van Roda winnen. En dan nog eens verder en dan nog eens promoveren. Ik bedoel, we moeten ook heel realistisch zijn. Ik denk dat we meer dan maximaal hebben gepresteerd dit seizoen. En als we volgend jaar dit weer hetzelfde brengen, dan ben ik zwaar tevreden weer. Ja, dubbelledig. Van de ene kant uiteraard de teleurstelling. Ik bedoel, we hebben zo'n fantastisch seizoen gehad. En vooral we echt gehoopt voor al onze fans en onze sponsoren. En ook voor het team. Dat we tegen Roda zouden komen. Nou, dat is dus helaas niet gelukt. Dus vanuit dat perspectief overheerst teleurstelling. Ik weet ook zeker dat als ik morgen wakker werd, dat het gaat weg is geëpt. En dat trots met name op het team, op het hele personeel, de werkorganisatie, op de supporters en sponsoren, dat we dit jaar eigenlijk uit het niks zo'n revival hebben doorgemaakt. Daar ben ik gewoon enorm trots op. De supporters waren ook deze wedstrijd weer in grote getalen aanwezig. Hoewel iedereen stiekem gehoopt had op een ontmoeting met Roda JC, overheerste er na de wedstrijd ook bij het legioen voornamelijk een gevoel van trots. Vrij van het einde aan de aanvang van het seizoen had je van niks verwacht. We dachten dat het helemaal niks ging worden, want Vrij eigenlijk een heel matig elftal in onze gedachten. En het bleek eigenlijk een heel groot elftal te worden, wat midcoach voor de prijzen. En al met al zijn we zeer tevreden. Nou, ik had eigenlijk zoiets van, we spelen weer na competitie. Leuk. Hè? Volgende ronde eventueel Roda, dat zou leuk zijn geweest. Maar ja, goed, helaas.